Als een ondernemer eraan denkt om een opvolger te zoeken in de persoon van een niet-familiale CEO, dan is het volgens mij zeer belangrijk dat die ondernemer beseft dat hij een heel belangrijke sleutel zelf in handen gaat hebben die het succes gaat bepalen van die samenwerking. Dus het is raadzaam dat die ondernemer toch eerst eens zelf wat huiswerk maakt. Niet alleen op technisch vlak, want bij een successie komen natuurlijk heel wat technische aspecten kijken. Maar vaak ziet men het emotionele gegeven over het hoofd. We weten uit onderzoek en uit heel veel gesprekken met ondernemers dat vooral dat emotionele gegeven van loslaten, dat eigenlijk een zeer moeilijk traject is en dat daar eigenlijk vooral de ondernemer zelf bereid moet zijn om dat leertraject in te zetten samen met die niet-familiale CEO die hij aan boord haalt. Een tweede belangrijk gegeven lijkt me dat de ondernemer een keer goed nadenkt van hoe gaan we de roluitklaring tussen de ondernemer zelf en de niet-familiale CEO doen. Vaak wordt dat over het hoofd gezien en toch blijkt in de succesverhalen dat dat eigenlijk een heel belangrijk gegeven is. Dat men het gesprek durft aangaan over verantwoordelijkheden, maar ook bevoegdheden van de niet-familiale CEO. En tot slot is het natuurlijk ook zo dat niettegenstaande we vandaag zien dat de zoektocht naar een niet-familiale CEO vaak nog informeel en een beetje onder de radar in het vertrouwde circuit van de ondernemer gebeurt, dat dat toch een zeer belangrijk proces is dat ook de nodige professionele begeleiding en aanpak vraagt. En niet alleen de skills moeten aanwezig zijn bij die niet-familiale CEO. Uiteraard moet die persoon over een aantal technische vaardigheden en kennis beschikken. Maar veel belangrijker is de fit op vlak van waarden en cultuur. En die persoon die moet echt passen in het familiebedrijf. En dat vraagt toch wel een zekere professionele begeleiding om die inschatting goed te kunnen maken.